Dames en heren, welkom op mijn eigen tablet. En vandaag gaan we een spel spelen die jullie waarschijnlijk nog niet eens hebben gezien of hebben ontdekt. Namelijk Rollercoaster Tycoon 4. Ik ben natuurlijk een rollercoaster fan en ik ben ook wel verder in Rollercoaster 4. Ik laat jullie gewoon wat dingen zien wat zeg maar anders is aan dit spel. Tot na de intro. Okay, people, let's go to work. Zo, ik start hem op, rollercoaster, en we zitten gelijk in game. Dit is mijn pretpark. Nou, zoals je ziet, het lekt een beetje, sorry. Dit zijn mijn restaurant. Eten, ballonnentent, pizza, Burger King. En hier staat het spookhuis. En mooi aan het spookhuis vind ik trouwens, dat zeg maar, dat je dat Atari-logo erop ziet staan. Ze hebben echt heel veel details toegevoegd. Even kijken hoor. Het is ook heel raar dat zeg maar, als je paden maakt van attracties, dat ze niet kunnen aansluiten aan je pad. Ja. Nou, hier gaat een achtbaan, zie ik net. Met allemaal mensen erin. En hier buggen mensen, zie je dat? Er zijn allemaal mensen te buggen hier. Ja, rollercoaster is zeg maar nog heel erg... net nieuw eigenlijk. Net uitgekomen. En dat betekent dat er nog wat bugs in zitten. En de meeste zijn al gefixt. Maar ze zijn nog wel keihard bezig om dingetjes te doen. En ik wil eigenlijk even kijken. Want ik wil eigenlijk missies doen. We gaan niet kijken bij goals onderin. Even kijken. Build a new wooden coaster from scratch. And see how creative you can get. Nou, we gaan eens kijken voor scratch. Hebben wij scratch hier? Ik ga eens kijken. Hurricane. Moet het een scratch coaster zijn of gewoon een eigen achtbaan of zo? Ik denk een eigen achtbaan. We gaan eens even kijken waar we die achtbaan gaan plaatsen in het park. We hebben heel weinig... Nou, we hebben wel plek, maar niet echt uberfilmd dat we overal wel wat hebben gebouwd. Ik denk dat ik hem gewoon hier achterin plaats. Oh, dead controls. Oh, dead controls. We not like. Ik ga hem hier maken. Hier zo in de hoek. Ja, dat vind ik een mooie achtbaanplek. Hier zo. Confirm. We gaan dus een achtbaan bouwen. We gaan hem gelijk omhoog doen. Heel snel. Huppakee. En hij maakte ook gelijk een... Hij is best wel hoog dit, joh. Jeetje. We maken een bochtje. Kunnen we een bochtje maken? Zo. Oh, dan moeten we dingen erbij gaan kopen. Of we maken een scherp bochtje. Zoals je hier kan zien. En dan laten we naar beneden gaan. Even kijken hoor. Dan klik je hierop. En dan klik je hierop. Zo. We laten hem gelijk snel naar beneden. Hele creepy achtbaan wordt dit. Nou, creepy niet. Maar in ieder geval wel een best grove. Het is al makkelijk om zeg maar... Ik moet hem met de muis klikken. En het is veel makkelijker als je zeg maar... op de mobiel speelt. Maar aan de andere kant is het ook wel weer leuk om gewoon eens een keer met de muis te spelen. Zo. Ja. Nou, we laten hem nog een keer naar beneden gaan natuurlijk. Want het is niet voor niets. Maar er wordt heel veel geld wordt dit natuurlijk. Hoe langer die wordt, hoe meer geld me kost. Dat is een beetje het nadeel natuurlijk. Nou, we gaan niet op centen lopen makken. Zo. En dan gaan we hier een special maken. Wat zullen we eens kijken? Een looping? Een looping voor een houten achtbaan? Dat is heel raar. Maar we gaan het gewoon erin maken. Huppakee. En ik vind het jammer dat je de bocht niet heel schuin kan maken. Dat vind ik zo bullshit eigenlijk. Ik hoop dat hij dit gaat redden, want hij heeft best wel een vaart hoor. Zo, en dan gaan we nu naar het einde maken. En ik wil eigenlijk gewoon complete A naar B. Maar dan wordt het heel lelijk, denk ik. Kijk dan, echt. Dit is zo lelijk. Hoe kan je dit ooit maken, Rollercoaster Koen? Cancel. Ik wil niet eens dat maken. Laten we gewoon zelf affinishen. Dat is beter dan die lelijke rollercoaster dingetjes. Kunnen we hier trouwens wat specials in maken? Ja, we doen deze eens erin. Zo. En dan ga ik hem eens naar beneden doen. Het leuke is dat je bij rollercoaster eigenlijk helemaal niet realistisch hoeft te bouwen. Klinkt heel raar, maar het is echt zo. Oké, compleet A naar B. Oh, wat doet hij voor... Waarom doet hij dit zo? Ik snap niet waarom hij dit zo maakt. Waarom doet hij niet gewoon makkelijk... Ik snap er echt geen reet van. Kijk, dit is toch veel vetter deze bocht, ten eerste. En ten tweede... doen we hier nog een S-turn in. Nee, die andere kant moet op. Deze zo. En nu kan ik twee bochten maken. En als het goed is, komt hij uit op het station. Zo. Kijk, dit is toch veel beter, zo. Nou, de attractie is klaar. We gaan hem opslaan. En we gaan hem ook een naam geven, maar dat hoeft niet. Bouwen. Zo, en dit is echt wel gaaf, want het duurt gewoon 2 uur... Maar daar gaan we niet op wachten. Het is echt wel een hele vette layout. En dan complete. En dan hebben we 2 tickets moeten gebruiken. En dan noemen we hem de YouTube coaster.
Zo, dat is speciaal voor YouTube hebben we gedaan. En de goal is completed. Nou, dat is mooi. We gaan nu een wachtrij maken. En die wachtrij doen we hier de ingang en daar de uitgang. Zo. En dan pakken we deze wachtrij en dan maken we iets moois hiervan. Dus ik sluit hem zo aan. Huppakee. Nou, dat is mooi. We hebben een goal gehaald en we hebben een nieuwe erbij. Je krijgt elke keer weer nieuwe goals. Connect to Facebook to give free tickets and exchange coaster blueprints. Connect to Facebook. Gaan we eens even doen. Oké, nou die hebben we gehaald. Yeah! Allemaal vrienden van mij hier. En we hebben ook inbox, 14 dingen. Oh, we krijgen allemaal free tickets van mensen. Build 3 flags so peeps have an easy place to meet up. Flags? Wat zijn flags? Vlaggen? Red flags. Oh, dat is om af te spreken op een punt of zo. Nou, doen we hier de rode vlag. En dan gaan we er nog één plaatsen. Doen we bij de... Even kijken. Nou, die mensen lopen inderdaad daar vast allemaal. Bij de carousel. Hier zo. Dat vind ik een heel mooi punt. En we doen er nog één bouwen bij... Even kijken, gaan we helemaal naar de andere kant van het park. Rups. Zo, hoppakee. Goal completed. Dat gaat makkelijk zo. Je hebt soms hele lastige goals. En soms dan moet je even moeite doen. Ik heb wel 70.000 coins bijna. Dat is wel lekker. Kunnen we nog level up gaan trouwens? Dat wil ik wel doen eigenlijk. Die mensen zijn hier ook allemaal... Wacht, kunnen we hier niet wat bouwen of zo? Upgrade. Zo, we gaan dit hotel ook upgraden. En die kunnen we die nog upgraden? Nee. Alleen het motel kunnen we upgraden. En we gaan nog een spelletje spelen. Dat is namelijk hamburgers maken. En daar krijgen we ook experience points voor. Let maar op. Dit wordt grappig. Kijk. We maken broodjes. En daarop doen we van dat honing en kaas en dit. Ben ik goed bezig of niet? Holy crap. Hoe kan je dat ooit in je mond proppen, jong? Dat kan gewoon niet. Die misschien halen we nog. Halen we nog die snelle? Halen we nog deze? Halen we nog? Oh, yeah! Nou, we zijn level up gegaan natuurlijk. Yeah! 12 burgers hebben we gehaald. Mooi. We kunnen wel even aan het rad draaien trouwens. Dat is wel leuk. 300 coins. Nog een keer. Jackpot, 164.000. Dat wil ik best wel hebben. Oh. Oh. 300 coins. Geen verlies gedraaid. We betalen namelijk 300 coins om dit, die hendel over te halen. Nu verliezen we 200. Zo moet je denken, hè? Oh, en die jackpot is vol, joh. 3000! Oeh, zoveel! Hoppakee! Nou, nog één keer doe ik hem. Nog echt de laatste keer. Nee, helaas. Niet zoveel. We hebben al 3000 coins. Wel een record, hoor. Nou, mensen, dit was Rollercoaster Tycoon 4 voor de Android en voor iPhone. Dus, nou ja, als je het leuk spel vindt, kan je hem gewoon gratis downloaden. Er zitten wel microtransacties in. Dat betekent dat je moet betalen voor sommige dingetjes. Maar ik heb eigenlijk nog helemaal niks betaald voor. En ik ben gewoon heel leuk aan het spelen. Dus zeker weten de moeite waard om even te kijken. Rollercoaster Tycoon 4. Bedankt voor het kijken op mijn tablet. En doei doei!